Ruim 9% van de volwassenen in de gemeente Groningen heeft moeite met lezen, schrijven en rekenen. Daarom is er het Taalhuis. Dit is een organisatie die lesgeeft aan mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Dat doen ze met vrijwilligers die aan de hand van praktische voorbeelden lesgeven. Vandaag waren er 3 leden van de ChristenUnie op bezoek. Ze kwamen kijken hoe het Taalhuis werkt. Het project is nodig omdat mensen op een hele laagdrempelige manier leert lezen, schrijven, rekenen en met de computer omgaan. Veel mensen voelen zichzelf niet thuis bij het formele onderwijs. En dit is echt, zeg maar, in huiselijke kring met gelijken onder ons. Kan je hier 1-op-1 les krijgen, je kan hier in groepsverband les krijgen. Het is veel vrijblijvender en daardoor ook laagdrempeliger. Nou, we hebben alle raadsleden uitgenodigd. En omdat we ook graag willen dat er ook in de komende bestuursperiode meer aandacht komt voor laaggeletterdheid in het algemeen. En wat we daaraan kunnen doen en wat er ook al gebeurt in Groningen, zoals hier in de taalhuizen. Hoe belangrijk is een taalhuis voor de stad Groningen? Ja, heel belangrijk. We willen natuurlijk dat iedere inwoner van onze gemeente zich hier thuis voelt. En nou ja, het kunnen spreken van de taal en het kunnen meedoen in de samenleving is daar natuurlijk ontzettend belangrijk bij. En zo'n taalhuis draagt daar aan bij, zodat mensen daar de taal kunnen leren, maar ook hier elkaar kunnen ontmoeten. Kunnen leren hoe ze digitaal met de gemeente kunnen communiceren met de overheid. Dus het is echt ontzettend belangrijk dat zo'n taalhuis dat faciliteert. Ik kom van Rusland en ik ben hier al 3 jaar. Ik probeer mezelf te leren, maar het is beter hier te komen en samen met andere mensen te leren. We praten over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld democratie of communicatie. Dus hebben we een woord en daarover praten we allemaal. Ja. Wat denk je aan bij het woord democratie? Zeg maar wat. Eerste Kamer, heel goed. Stemmen, jawel. Ja. Stemmen, dat staat er al. Nou, we waren vooral heel benieuwd wat hier precies gebeurt. En ook waar zij behoefte aan hebben in de toekomst van de gemeenteraad en van de gemeente. Wat wij voor hen kunnen betekenen. Maar ook vooral wat voor mensen ze hier helpen en wat voor werk ze hier doen. Dus kan ik in mijn gewone leven, ik mag in de winkel praten of met andere mensen, met de boeren. Ik kan naar verschillende burenactiviteiten gaan en mezelf goed voelen, zo ik kan met anderen praten. Er gaat een wereld voor mensen open als ze ineens in staat zijn om niet alleen dus waar ik het over had leuke dingen te doen voor zichzelf, een online aankoop of een pagina op internet bezoeken om informatie te vinden, maar ook gewoon niet meer de hulp van anderen nodig hebben om het rijbewijs uiteindelijk te halen, dat zelfstandig kunnen halen, überhaupt een rijbewijs te kunnen halen of een belastingaangifte in te vullen. Je wordt er zelfredzamer van, je hoeft niet meer voortdurend een beroep te doen op anderen.